We zijn hier in Hezen, op Hezen Luidt de Lente In, om getuige te zijn van de steenlegging van de 56e Brabantse Dag van de winnaars van dat jaar. En dat was De Rode Hoek met Marktplaats.nl. Appeltjes, appeltjes, nieuw oud appeltje. Als vrienden van Hezen hebben we een aantal jaren geleden het initiatief genomen om de zogenaamde Walk of Fame rondom de Brabantse Dag in Hezen aan te leggen. Deze Walk of Fame bestaat inmiddels uit 55 tegels waarop de thema's en de winnaars van de Brabantse Dag zijn afgebeeld. En inmiddels uitgelaten groeit tot een traditie tijdens Hezen Luidt de Lente In. Waarbij de steen van de vorige Brabantse dag gelegd gaat worden. En volgens mij hoor ik, ik hoor iets aankomen volgens mij. Ja. Na deze helikopterverplaatsing wil ik graag twee leden van de Rode Hoek vragen die de tegel uitpakken. Gaat het goed? Ja, gaat heel goed. Ja. Mooi cadeau uitpakken, toch? Ja. Applausje! Ja, meneer met de helikopter. Meneer met de helikopter, ja. Hey Berry, alles goed? Jazeker, Mauritje. Nog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Merci, ja. Wat leuk, ja. Jij bent vriend van Hezen. Vriend van Hezen, ik ben de vicevoorzitter van de club. Ja, dat zie ik. Vicevoorzitter vandaag. Nee, maar we hebben wel even een leuke happening gehad zojuist. Ik bedoel, we hebben natuurlijk de mensen een beetje in de waan gelaten dat er een helikopter de steen zou komen brengen van de Rode Hoek dan. En dat hebben we zo gelaten, hè, flink getwitterd en noem maar op. En leuk opgezet dat er een helikopter zou komen, de kranten stonden er maar vol van. En uiteindelijk is dat gebeurd. Ja, wel op een ludieke wijze uiteraard, anders past het ook niet bij ons denk ik om het op een ludieke wijze, dan op een ludieke wijze te doen. Dus ik denk dat we wel wat plezier hebben gehad. Hoi, net de tegel gelegd. Ja, dat klopt. Echt super mooi om zo'n tegel te mogen leggen. Om dan een keer terug te blikken, terug te denken aan vorig jaar. Hoeveelste tegel? Dat is de vierde al. Okay. Wanneer was de eerste keer? De eerste keer begon in 2005 alweer. Dat de eerste keer met hoogvliegers. En vervolgens nog in 2008 en 2009 hebben we een keer mogen winnen. En afgelopen jaar is het wederom gelukt om zoiets te bereiken. Hey, en voor dit jaar al klaar met de ideeën? Ja, we hebben weer volop ideeën voor dit jaar. De zuiverindustrie, de Brabantse zuiverindustrie gaan we uitbeelden. Okay. Dus daar gaan we proberen weer een mooi spektakelstuk van te maken. Wij wachten met angst en beven niet, maar wij wachten wel af. Ik ben benieuwd. Heel veel succes dit jaar en bedankt. Dankjewel. Hey, we gaan hier een happening van maken ieder jaar. Ja. Dit schept wel verwachtingen voor volgend jaar. Ja, dan komt er wel een helikopter misschien, wie dat zeggen wel. Of een tank. Nee, we doen voor je een tank. We houden je eraan, hè. Hey, hartstikke bedankt. Heel veel plezier. Hoi. Dankjewel, hoi. Dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als wij. En wil je ons blijven volgen? Kijk dan op www.brabantsedagupdate.nl. Houdoe!